Waarom vinden wij opleiden intern in ons bedrijf zo belangrijk? Er zijn tal van opleidingen in de agrarische sector die gaan over voer maken, over dieren verzorgen. Lasopleidingen zijn er, elektronische opleidingen zijn er, alles is er eigenlijk. Maar echt gespecificeerd op ons stukje techniek is er eigenlijk bijna niet. En daarom is het zo belangrijk dat je zelf je eigen jongens van A tot en met Z in het proces meeneemt en die ervaring voor later meegeeft. We proberen zoveel mogelijk stageplekken te krijgen, want dat zijn de jongens voor de toekomst. En dat zijn de jongens, als wij die dus ook werkelijk alles laten doen wat er moet gebeuren, dus niet alleen maar de boutjes aandraaien of het eenvoudige werk, maar gewoon in het totale proces mee laten gaan, dan kunnen we jongens opleiden voor de toekomst die onze ambassadeurs eigenlijk worden. Ik heb zelf als leermeester de ervaring van monteur tot aan de verkoop toe, tot aan de ontwikkeling. En het leuke is dat je daardoor de jongens kunt motiveren, maar ook kunt uitleggen waarom ze juist linksom moeten gaan of waarom moet dat systeem juist rechtsom gaan. Het leuke is als de jongens zeg maar hun examens gehaald hebben en ze zijn dan ook nog 18 jaar geworden en ze hebben rijbewijs gehaald en ze krijgen een bus met gereedschap mee en je ziet ze hier weggaan, dan ben je gewoon trots als bedrijf. Toen wij hoorden dat we genomineerd waren voor de award, dan denk je van super trots natuurlijk. Dat je dat toch met z'n allen voor elkaar krijgt, want je doet het niet alleen. Niet alleen de leerlingen, niet alleen de leermeesters. Gewoon totaal bedrijf zet je het op de kaart.